De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft vandaag ondanks alles een jaarafsluitingsfeest gehouden. Volgens de CEO van de SLM, Robbie Lajmisingh, heeft hij daartoe besloten om het personeel te motiveren. Volgens hem zijn er bepaalde dagen in je leven waarbij je geld opzij zet of een kasmoni om het te vieren. En Oruyari is een van ze. Dus wij hebben gezorgd. Het wordt geen groot feest in de zin van veel drinken enzovoorts. Maar ik heb gezegd, ook voor de saamhorigheid, voor de motivatie van het personeel. Je hebt het hele jaar door gewerkt. En dan mag je toch eind van het jaar mag je even een kleine komakandra hebben, een feestje vieren. Alleen gaat het misschien niet zo klein zijn, want er gaat bij ons optreden Kankantri. En Kankantri is een echte populaire band. We hebben met Kankantri een heel voordelige overeenkomst kunnen sluiten. Want mensen, ik hoor het zelfs in het bedrijf. Ja, directeur, u zegt, we hebben geen geld. Maar u gaat feest vieren en u gaat Kankantri halen. Ik heb met Kankantri een heel goede voordelige contract kunnen afsluiten. En we gaan feest vieren. Mogen we één keer per jaar bij elkaar komen en misschien elkaar feliciteren, maar ook met elkaar praten van hoe komen we eruit. Lajmisingh ging ervan uit dat er waarschijnlijk ook buitenstanders bij zouden zijn. Die waren volgens hem welkom, omdat ook zij kunnen bijdragen aan een oplossing voor de problemen waarmee het bedrijf kampt. Het is niet dat we geen geld hebben, maar we moeten de tering naar de nering zetten, zegt Lajmisingh, die het volgende nog kwijt wilde. Goed, dan wil ik nog het Surinaams volk en eigenlijk de hele wereld. Want straks worden we Surinam Airways vliegtuigen ook buiten Nederland en buiten de regio. Ik wil iedereen in ieder geval hartelijk dank zeggen voor de ondersteuning die ze ons het afgelopen jaar hebben gegeven. En ik wil ze vragen, heb vertrouwen in ons. Heb vertrouwen in de SLM. SLM is van ons, SLM is van Suriname. We gaan 55 jaar bestaan in augustus. Geen enkele luchtvaartmaatschappij in de regio heeft 55 jaar lang bestaan. Wij hebben het met vallen en opstaan en hard werken hebben we het gemaakt. Dus ondersteun ons en ik wens jullie allemaal een heel prettige jaarwisseling. Dans een beetje, spring een beetje, drink niet te veel. En een heel gelukkig en succesvol 2017. SLM-directeur Lajmisingh. We spraken met hem over de jaarafsluiting van de SLM vandaag.